Hallo, ik ben Kars en ik ben projectleider bij de vlinderstichting. Ik ben begonnen in 1987 als vrijwilliger, toen deed ik vooral educatieve projecten en in 1990 ben ik in vaste dienst gekomen. Toen deed je eigenlijk alles, want we waren maar met z'n vijven. De laatste jaren ben ik steeds meer richting communicatie gegaan. Ik probeer de blijde boodschap over vlinders en libellen te verkondigen. Ik ben een aanspreekpunt voor de pers, journalisten, maar ook radio en televisie. En ik doe veel aan sociale media van de Vlinderstichting, met name Twitter en Instagram. Daarnaast schrijf ik berichten voor Nature Today. En dat zijn er twee per week. En die schrijf ik grotendeels zelf, maar ik probeer ook mijn collega's zover te krijgen om uh, ja, wat aan te leveren. Ik vind het heel belangrijk dat vlinders en libellen onder de aandacht komen. Want hoe meer ze over, mensen over die prachtige dieren weten, hoe beter ze beschermd worden en hoe meer draagvlak er is. Ik ben helaas vooral een kantoorbioloog de laatste jaren. Maar 's avonds kan ik gelukkig op pad om nachtvlinders te gaan kijken met stroop of met licht. En ik vind niks leukers dan in het weekend kilometers te vreten en zoveel mogelijk vlinders te noteren, te zien en te noteren. En dat mogen zeldzaamheden zijn, maar ik ben ook heel erg tevreden als ik een klein geaderd witje tegenkom.